Morgen is het weer zover. Dan zijn de Europese verkiezingen. En dan mogen we met z'n allen weer gaan stemmen op een partij. En ik zie al denken, waar moet ik op gaan stemmen? En daar heb ik een oplossing voor, want ik ga vandaag namelijk de stemwijzer invullen. En het resultaat ervan zal ik met jullie delen. Zodat jij niet de stemwijzer hoeft in te vullen en voor jezelf al weet waar je op moet stemmen. Lidmaatschap van de Europese Unie is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland. Nou, dit is niet waar, ten eerste. En we hebben talent hoeveel geld eraan verdiend. Dus helemaal mee oneens, toch? Helemaal niet mee eens. Om de natuur te beschermen mag de Europese Unie strengere regels voor boeren maken. Ik heb geen idee. Neutraal. Om ons beter te beschermen tegen buitenlandse dreigingen moet er een gezamenlijk Europees leger komen. Volgens mij is dit gewoon niet nodig. Er wordt ook heel vaak de laatste tijd gezegd dat Europa dat al gaat verplichten en dat het al gaat gebeuren. Daar is geen enkele wet voor op dit moment, dus het gaat niet gebeuren. Helemaal niet mee eens. Om het aantal asielzoekers in ons land te verminderen mag Nederland andere landen betalen om ze op te vangen. Ja, ik weet niet of dit echt slim is. Levert het dan meer geld op om asielzoekers niet naar Nederland te sturen? Kijk, als we er geld aan kunnen verdienen, maar ik denk dat juist meer geld gaat kosten. Niet mee eens. De Europese Unie mag het minimumloon in alle EU-landen bepalen. Nou, daar ben ik het volledig mee eens. Volgens mij hebben ze ook een advies gegeven vorig jaar hiervoor. Alleen is het een advies en geen verplichting. Oekraïne mag in de toekomst lid worden van de Europese Unie. Nou, behalve dat er nu een soort landjepik wordt gehouden, om het maar heel oneerbiedig te zeggen, en zie ik daar geen problemen mee. De Europese Unie mag zelf geld lenen via eurobonds om grotere problemen aan te pakken. Als het humanitaire problemen zijn, ben ik het daar best wel mee eens. Wat hier volgens mij wel een beetje mee bedoeld wordt, is dat Europa zelf geld mag verzinnen. Van oké, we hebben nu geld. Ja. Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten alle EU-landen een belasting op vliegtickets invoeren. Ik weet niet of dat zeg maar de beste oplossing is. Want als je een belasting invoert op vliegtickets, maak je het op papier waarschijnlijk minder interessant om te gaan vliegen. Of mensen gaan alsnog daardoor wel vliegen en ze moeten er gewoon meer voor betalen. Of de rijken kunnen makkelijker vliegen en de armen niet. Ik denk dat er betere manieren zijn om vliegen in de EU minder interessant te maken. En misschien is het wel beter om gewoon een bedrijf of een vliegtuigmaatschappij te verplichten om helemaal niet te mogen vliegen op bepaalde tijden of een maximaal aantal vluchten. Dus ik ben het er niet mee eens. Om makkelijker aan belangrijke grondstoffen te kunnen komen, moeten we minder strenge eisen stellen aan landen die deze produceren. Niet mee eens. Die regels zijn er voor een reden. We willen geen gezeik hebben. Je hebt ook die brand bij dat chemiepak gehad. Daar is het eigenlijk niet helemaal de juiste manier. Maar ja, je wil geen stront aan de knikker met de belangrijke grondstoffen. Want ze zijn voor een bepaalde reden waarschijnlijk schaars en daardoor belangrijk. Niet mee eens. Camera's met gezichtsherkenning mogen worden gebruikt om zware criminaliteit op te lossen. Als het puur alleen daarvoor is, ja. Ik neem aan dat zware criminaliteit een bepaalde standaard is. Dus ja. Om de economische ongelijkheid binnen de Europese Unie te verkleinen, moet er meer geld naar armere landen. Uiteindelijk gebeurt dat nu eigenlijk ook al. Het probleem is eerder de mensen die landen regeren, die moeten een beetje gaan leren omgaan met dat geld. Dus nee, ik ben het daar niet mee eens. Bedrijven die het milieu vervuilen, moeten meer belasting gaan betalen. Ook als ze daardoor mogelijk uit de Europese Unie vertrekken. Ja, ben ik het mee eens. Een bedrijf zoals Shell, die gaat niet zomaar Nederland uit. Dat kost echt vet veel geld. En ook tijd. Dus dat zullen ze niet zo heel snel doen. Dus ga die gasten maar lekker belasten. De Europese Unie moet zich niet bemoeien met ethische kwesties zoals abortus en euthanasie. Ja, weet niet. Lastig. Weet ik niet zo heel veel vanaf. De Europese Unie moet buitenlands beleid ontwikkelen, ook als EU-landen dan minder zelf kunnen bepalen. Nou, op zich is het best wel goed geregeld nu dat we als Europese Unie veel dingen unaniem moeten beslissen. En ik denk dat we dat ook vooral zo moeten houden.
Dus ja, niet helemaal mee eens eigenlijk. Nederland moet zelf kunnen bepalen hoeveel asielzoekers worden toegelaten. Ook als andere EU-landen daardoor meer asielzoekers moeten opvangen. Ik denk dat we vooral... Ja, het is een beetje lastig. Ja en nee. Maar ik denk dat we vooral ervoor moeten zorgen dat de asielzoekers die we hier nu opvangen, dat het systeem daardoor beter is geregeld. Dus misschien neutraal? De Europese Unie moet strengere regels maken om werknemers in EU-landen beter te beschermen tegen slechte arbeidsomstandigheden. Ja, op zich wel mee eens. Om te zorgen dat Rusland minder invloed krijgt in Oost-Europa, moeten meer Balkanlanden lid worden van de Europese Unie. Volgens mij moet je niet een land verplichten om bij jou te horen. Dus neutraal, want ik vind het ook niet helemaal niet waar. Nou, laat ik zeggen, niet mee eens. Want waarom zou je, zeg maar, deze landen moeten dat dus gewoon? Of daar moeten we naar streven? Volgens mij moeten we er vooral naar streven dat die mensen aan bepaalde regel en wetgeving kunnen voldoen voordat ze überhaupt bij Europa kunnen horen. En dit voelt een beetje als dat we dit gaan rushen, dus daar ben ik het niet mee eens. Span is not intended, Rusland rushen, maar om de economie in de Europese Unie te verbeteren, moet het aantal regels voor bedrijven worden verminderd. Nee, volgens mij valt het allemaal wel mee nu. Er zijn regels en die zijn er waarschijnlijk voor een reden. Om de zorgen te verbeteren mogen medische gegevens via een Europees patiëntendossier met zorginstanties worden gedeeld. Ik denk dat je eigenlijk ook op deze manier veel meer kennis kan uitdelen met verschillende landen. Dus ja, op zich ben ik hier wel denk ik mee eens. Om immigratie te verminderen... Het gaat echt alleen maar over immigratie bijna trouwens. Om immigratie te verminderen moet er meer grenscontroles tussen EU-landen komen. Nee, niet mee eens. Dat hebben we voor een reden hebben we dat afgeschaft, dus dat gaan we niet doen. Het is beter om grote uitdagingen gezamenlijk in de Europese Unie op te pakken, ook als Nederland dan minder zelf kan beslissen. Ja, op zich. Als het een uitdaging is. Kijk, als het een grote uitdaging is, zal het waarschijnlijk niet iets zijn wat alleen op Nederland invloed heeft, maar ook op meerdere landen. Dus daar ben ik het wel mee eens. De Europese Unie moet strengere milieuregels invoeren, zodat Europa veel eerder dan 2050 klimaatneutraal is. Maar volgens mij doen we het al aardig goed. En ik denk dat bedrijven richting 2050 en misschien wel richting 2030 veel meer de financiële voordelen gaan zien van klimaatneutraal werken. Dus ik denk dat ik daar wel een beetje neutraal in ben. Nederland moet minder werknemers van buiten de Europese Unie toelaten. Ook als tekorten op de arbeidsmarkt dan toenemen. Ja, lastig. Ik weet het niet. Ik denk neutraal. Ik weet er niet zoveel van af. Misschien, ja. Ik doe vaak neutraal als ik gewoon niet zoveel van af weet of als het me niet boeit. Om economische groei te stimuleren moet de Europese Unie minder hoge eisen stellen bij het afsluiten van handelsverdragen. Nee, niet mee eens. Die eisen hebben we waarschijnlijk nu ook met een reden. Dus dan is dat niet zo handig, denk ik. EU-landen die de rechtsstaat niet respecteren, moeten door de Europese Unie financieel gestraft worden. Hoe zijn die mensen überhaupt een EU-land geworden? Is het een beetje Orbán-pest of zo? Ja. Ik weet niet of een financiële straf daar de beste manier voor is. Ik denk dat je dat op een... ja, toch wel politieke manier beter kan oplossen. Om te voorkomen dat boerenbedrijven in Nederland stoppen, moeten stikstofregels worden versoepeld. Nee, niet meer eens. De Europese Unie moet extra geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerkingen. Volgens mij doen we dat eigenlijk al best wel veel. Dus nee. Het recht van inwoners uit andere EU-landen om in Nederland te werken moet worden beperkt. Nee. Niet mee eens. Grote bedrijven in de Europese Unie moeten meer belasting gaan betalen. Ook als daardoor banen verloren gaan. Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Is dat zo belangrijk? Wat ik me eigenlijk voornamelijk afvraag is, waarom staat er niks over onderwijs tot nu toe in? Dat is toch ook iets wat we in de EU samen ooit hebben bedacht en geregeld? Maar neutraal? Nederland moet de Europese Unie verlaten. Een exit, zeker niet mee eens. De vraag is dus nu een beetje, waar heb ik uiteindelijk op gekozen? En als ik dit zo zie, ben ik
pro-Europa en ben ik wat meer progressief en aan de linkerkant. En kom ik uit op 50 plus. Dat is wel een aardig interessant resultaat, om het maar zo te zeggen. Gelukkig hoef jij niet meer de stemwijze in te vullen, want wat ik denk, denk jij natuurlijk ook. Zo werkt het. En hoef je die keuze zelf niet meer te maken. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan even een like achter, abonneer op dit kanaal en vertel in de comments vooral even op welke partij je morgen gaat stemmen.